Ik ben er ook niet blij om, maar het is, moet gewoon gebeuren. Enerzijds was er de opluchting dat de PVV niet de grootste werd. Anderzijds won die partij wel zes zetels, terwijl FVD er vier kwijtraakte. Radicaal rechts, hè, hebben we het weer, werd dus gewoon groter. Oké, okay, nou, mooi. Want dat, is, want dat is vooral wat opviel. De enorme verschillen in opkomst tussen protestpartijen en de rest. Die verduif, verduvelde elite heeft blijkbaar wel tien minuten om te stemmen. Maar de gewone Nederlander, zuchtend onder asieltsunamis, klimaatgedram en woke, had het blijkbaar te druk. Zoveel DDR. Het is echt niet te geloven. Echt, Jezus Christus. Waar, waar haalt deze, deze man het gevoel van verhevenheid vandaan? Het is echt om te huilen. Nou, hij is een graaf, nee. hè, dan gaat het vanzelf. Oh ja, daar is, is gewoon aangeboren, letterlijk. <laughs> Niet voor het gevoel van verhevenheid. Verhevenheid is gewoon aangeboren. Hij is Augustus. Oké. Okay. Misschien dat hij zonder al die verdwenen buslijnen, buslijnen het stembureau niet kon bereiken in dat onherbergzame Nederland. Is hij dan huh? aan het uitlachen? Van, ja. Zeker. Doordat jullie volgens mijn optiek verkeerd hebben gestemd, hebben jullie nu geen bus meer. Ik, ik wil niet veel zeggen, hoor, maar PVDA is uh, een van de hoofdverantwoordelijken voor de privatisering. Dus. Of wellicht, oh, dat is ook een ander paradepaardje van hem. Of wellicht moest hij overwerken in het land waar het laagste aantal uren van heel Europa wordt gewerkt. Als niet slechts de baan of woningen, maar het hele bestaan onzeker, zou men toch wel tien minuten moeten kunnen vinden om de, de partij te stemmen die het aardse bestaan wat minder onzeker zou maken. Maar nee. Blijkbaar maakt de Nederlandse bestaansonzekerheid Blijkbaar maakt de Nederlandse buitengewoon apathisch. Liefst 59% van de mensen die in november nog op het vehikel van omzet stemden, kwam niet opdagen. Daar kan je ook een andere conclusie uit trekken. Namelijk dat mensen die in november op NSC hebben gestemd, het regeerakkoord hebben gelezen. En ja. dachten: oh, dat had ik niet verwacht. Koude kermis zou je dat kunnen noemen. Daar kom je van thuis dan. Dus dan is dit het democratische principe van electorale afrekening. Ook 56% van de aanhang van de PVV bleek te lui om even naar het stembureau te gaan en die zakkenvullers uit Brussel weg te stemmen. Wel uren per dag, wel uren per dag op social media dreigen, intimideren en lasteren, maar 10 minuten daadwerkelijk gebruik maken van het actieve kiesrecht? Te veel moeite. Ik vraag me af of hij zich beseft dat de mensen die heel actief de hele tijd op sociale media zijn. Waarschijnlijk niet de mensen zijn geweest die thuis zijn gebleven. Dat denk ik ook niet, nee. Maar dat ziet hij als een representatieve steekproef van de gehele achterban van partij X, Y of Z. Ook de SP, de enige linkse partij die je vist naar de gunsten van de gewone Nederlander. Ook al heeft die zijn dafje verhaald voor een Dodge Ram. Zag de eigen achterban thuis blijven. Nul zetels. Ik, uh... ik ben benieuwd hoeveel SP-kiezers in een Dodge Ram rondrijden. Nee, ik denk niet zoveel. Wat is ook het idee van om SP te stemmen of zo, of om links te zijn, moet je arm zijn? dat is het dan weer voor onzin? Het hele idee van welvaartscreatie is toch, ik bedoel, dat is lang weg, met name met uh, Nieuw Links en de studentenbeweging van 68 is dat een beetje naar de achtergrond gedrukt. Maar het idee van links is een hogere levensstandaard voor de arbeidersklasse. En door hoe het productieproces werkt. En de bedoeling daarvan niet is dat je wanneer je dat hebt gehaald VVD gaat stemmen. <laughs> dat is niet de, het idee ervan. Het argument wat tegen links is gemaakt is van oh, onder socialisme is iedereen wel arm, maar even arm. Ha, ha, ha. En dat heeft links dan gewoon geïnternaliseerd van ja inderdaad, die growth. <laughs> uh, hij lijkt er wel op ja. De gewone Nederlander zal zeggen dat hij toch allemaal niet uitmaakt. Nihilistisch als hij is. Kijk, uh, hij snapt niet wat nihilisme betekent. Want uh, zeg maar niet uitmaakt. Dat zou betekenen in de zin van wat de omstandigheden ook zijn. Het maakt niet uit of het wat de omstandigheden zijn. Het is altijd kut, zeg maar. En ik denk uh, dat het er toch allemaal niet uitmaakt. Ik denk dat dat uh, uh, waarschijnlijk een correcte aanname is van waarom mensen niet stemmen. Maar niet omdat ze de uitkomst of, of de, de eventuele gevolgen van, uh, van, de, van wat politiek beleid zou kunnen doen. Niet willen, dus een betere levensstandaard... betaalbare woningen, et cetera, et cetera, uh, maar dat ze gewoon niet geloven in dat via de stembus of deze manier hoe het systeem nu ingericht dat dat functioneel is, dus dat 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 zou werken. Dat zijn echt twee hele verschillende dingen. Dus hier hier ontpopte zich gewoon dat hij dat niet snapt. Ik zou ook twee. echt diep geschokt zijn als Sander Schimmelpenning zonder van tevoren zich erin te verdiepen als iemand hem nu op straat zou vragen. Coherent zou kunnen uitleggen hoe een stem voor het Europees parlement zich verhoudt tot uiteindelijke wetgeving die invloed heeft op ons leven. Op ja, maar beleid. dat kan niemand uitleggen. Nou ja, daar moet je voor gestudeerd hebben, maar het is wel uiteindelijk. Ja, nou, maar nee. hij is niet iemand die dat weet. Daar ben ik van overtuigd, want daar heeft hij het helemaal nee. niet over. Want dan zou hij een argument maken van: kijk, door deze en deze stem kan je. Kan uiteindelijk op die manier het beïnvloed worden, en dat vertaalt zich dan op deze manier. Want hij heeft het over um, buslijnen die zijn verdwenen. Nou, ik kan je één ding vertellen. Het Europees parlement gaat niet. heeft niks te maken met verdwijnende buslijnen. De Europese Unie overigens wel, omdat in de verdragen die niet door het parlement worden aangenomen, maar door de lidstaten unaniem, dat is het idee van een verdrag, je kan een verdrag niet opgelegd krijgen, staat gewoon. Privatisering uh, als soort van constitutionele vereiste verankerd. En het toelaten van concurrentie waar natuurlijke monopolies bestaan, zoals in openbaar vervoer. Oftewel, het uh, privatiseren of liberaliseren van het openbaar vervoer. is volgens Europese verdragen constitutioneel verplicht. Maar daar heeft hij geen flauw benul van. Ook voor de Tweede Kamerverkiezingen geldt dat. Oh ja, dan maakt hij daar onderscheid in. Kijk, bij de Tweede Kamerverkiezingen is de weg naar zeg maar, dat een stem zich omzet in materiële verhoudingen is iets duidelijker. Het is alsnog gewoon heel implausibel, maar het is wat hè, de Tweede Kamer zou het minimumloon kunnen verhogen in Nederland, bijvoorbeeld. Dat kan de Tweede Kamer gewoon doen. Dus het is logisch ook dat als. Als, als de, 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 de gevolgen duidelijker aanwijsbaar zijn en misschien ook groter, potentieel groter impactvol zijn, dat mensen meer geneigd zijn om te gaan stemmen, lijkt me niet onlogisch. Ja. En wat de Tweede Kamer kan doen, wat het Europees Parlement niet kan doen: wetten voorstellen. Wat de Tweede Precies. Kamer kan doen, wat het Europees Parlement niet kan doen: ministers, slus eurocommissarissen, ontslaan. Het Europees Parlement kan alleen de gehele Europese Commissie ontslaan met een meerderheidsstem. Nou, is dat ooit wel eens gebeurd? Nee. Niet volgens mij. Nee, je begrijpt wel dat het politieke gewicht wat daarvoor nodig is om dat voor elkaar te krijgen, veel groter is dan een individuele Europarlementariër ontstaan, waardoor het nooit gebeurt. Je, het is ook niet mogelijk om te zeggen, van, het is wel eens geprobeerd trouwens, om te zeggen van uh, neem ontslag als individuele eurocommissaris, anders dan gaan wij als Europarlement de hele commissie wegstemmen. Um, dat kan in theorie, maar in de praktijk niet, omdat het politieke kapitaal wat er voor nodig is om een meerderheid in het parlement van 720 zetels op dit moment ook echt daaraan te laten toewijden in een parlement... Waar niet, zoals in Nederland, iets van 15 verschillende partijen in zitten, maar in de orde van grootte van 100 of zo, of 150. Uh, de kans dat dat, dat dat lukt is natuurlijk vrijwel nul. Dus dat is ook iets ja. wat het, het Europese parlement niet kan, wat de Tweede Kamer wel kan. Of bepalen wie de premier wordt, slash voorzitter van de Europese Commissie. Kan de Tweede Kamer wel? Kan het Europese parlement niet? Nee, maar schermopanic is gewoon van de, uh, uh, het stramien, wat we volgens mij een aantal weken geleden besproken. De norm moet gewoon zijn dat we gewoon stemmen. En stemmen is gewoon goed, punt. En waar je dan precies voor stemt, maakt niet uit. Je moet gewoon stemmen. Je mag toch stemmen. Dat is een voorrecht. Ja, het leuke is dat mensen die dat zeggen ook geneigd zijn om te zeggen: Als je niet stemt, mag je niet klagen. Als je dan stemt en je stemt op de verkeerde partij, dan ben je radicaal rechts. <laughs> dus ja, je kan, niet goed. je kan het in het ogen van die mensen niet echt goed doen. Behalve als je doet wat zij willen. Want ja. Dat, ja, mooi. Maar de neerbuigendheid maar, uh, ook van, van deze verwoording. Hoor. zijn welkome opdagen om een rode middelvinger op het stemformulier te kliederen. Maar men zegt dus. als je niet stemt, dan mag je niet klagen. Ik zeg. als je niet klaagt, dan mag je niet stemmen. <laughs> want als je niet klaagt. Wat, wat kan het je dan schelen? Waarom zou je dan nog proberen om de boel te beïnvloeden. als je niet dingen hebt waarvan je vindt dat dat zus of zo moet? Nu komt de echte aap uit de Dit is gewoon waar hij zijn hele bestaan als uh, columnist samenvat in dit stukje. De gewone Nederlander heeft, heeft geen echte problemen. En dus boeit het hem ook niet of er wel of geen problemen opgelost worden. Wat er na de verkiezingen gebeurt zal hem een worst wezen. De gewone Nederlander heeft gewoon geen problemen. Waar, waarom zijn wij deze show aan het maken? Ik bedoel, er is gewoon een, een dreigende kernoorlog. Europa is economisch uh, de afgrond in aan het gaan. Het dakloosheidsprobleem groeit. Woningen worden met de dag meer onbetaalbaar. Ik ken nu toevallig iemand die... Uh, ...op huis aan het bieden is. Die wordt elke keer met een ton overboden. Een ton op die huizen waar hij, waar die, hij op biedt. Succes met dat daarmee. Uh, maar, nee joh. Het is gewoon een voetbalwedstrijdje. Weet je. Hopelijk winnen we. Anders over vier jaar weer een kans. Nee, is niks aan de hand. Ja, het interessante is... ...dat hij dat dus inderdaad neerzet als... ...gewoon... Passief vermaak. Wat er na de verkiezingen gebeurt zal een, de, een worst wezen. Um, maar dat is het voor hem. Ja, precies. Maar daarom klaagt hij ook eerder over dat mensen niet komen stemmen met de Europese verkiezingen. Want het is zijn voetbalwedstrijd waar het andere elftal niet komt opdagen. Ja, dan heb je geen leuke wedstrijd. Dat is gewoon waarom hij boos is, toch? Ja, ik denk het ook. Verkiezingen en politiek zijn voor ons velen voor velen in ons verwende land een, vooral een media hype. Nou, oké, okay, dat is het dus voor jou. Deze mensen worden nog altijd proteststemmers genoemd en de partij waarop zij stemmen protestpartijen. Veel te begripvol, <laughs> <laughs> Om, omdat die concepten een gerechtvaardigde reden voor protest suggereren. Maar, maar, maar uh, 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 uh. er is altijd een gerechtvaardige reden voor een protest, toch? Volk Zijn je mag altijd uh, uh, protest is altijd uh, zolang er machtsstructuren zijn, en ik bedoel, ik ben niet categorisch tegen machtsstructuren, maar zolang er machtsstructuren zijn, zullen machtsstructuren misbruikt worden. En zullen machtsstructuren uh, op een Contruid. manier gebruikt worden die ja. vooral degene die de macht hebben uh, bevorderen en niet de mensen waar macht over uitgeoefend wordt. Dus zal er altijd reden zijn om daar uh, uh, over in protest te komen. Ja, dat is controle op de macht. Ja, maar deze guy is, hè, zonder dan dat woord te gebruiken, is hij eigenlijk voor een soort dictatuur, toch? Waarin mensen dan gewoon, hè, een dictatuur volgens de meme variant van de dictatuur, waarin mensen gewoon, ja, het, het, is gewoon zo, het gaat gewoon zo als het gaat en je hebt niks te klagen. Je hebt niks te klagen, ja? Hoor je me? Hè? Je hebt het, is niks te beetje, klagen. het is een beetje hetzelfde als de sentimenten die we hebben gehoord na de protesten bij de UvA over Palestina. Dat er dan min of meer werd gezegd: van hoe durf je te demonstreren? Je woont in een democratisch land.